Het Balingsula meisjesinternaat heeft veelal te maken met financiële obstakels, evenals beschikbare middelen. Het gebrek aan middelen noodzaakt de directeur van het internaat tot inzet van haar eigen vervoer voor transport naar verschillende plaatsen. Directeur Yvna Vrede zegt aan onze redactie dat de ontwikkeling van het internaat vooral voordelig zal zijn voor de vrouwen. Met hulp vanuit instanties kan dit tot een feit worden gemaakt. Maar het gaat meer om die hulp, die ondersteuning. Dat gebouw is echt verouderd. We zitten met waterprobleem, soms elektra. Je koopt een fluorescentlamp en na 2 weken is het niet meer omdat de dingen verouderd zijn. Dus we hebben die hulp nodig. Vrede hoopt in de toekomst de nodige middelen te ontvangen om het tehuis tot ontwikkeling te brengen. Meer hierover morgen in ons programma in gesprek met om 9 uur via kanaal 12.1.